afgelopen weken vond de internationale Eat Local Challenge plaats. Wethouder Lara de Britto gaf het startsein in Wageningen. Samen ondertekenden heel veel mensen een bord waarop zij aangaven: ik wil ook lokaal eten. En dat hele grote bord, dat is vervolgens door heel Wageningen gereisd. Vandaag is het weer terug bij Heroes of Taste. En ik ga een kijkje nemen hoeveel mensen er mee hebben gedaan aan deze actie. Goedemiddag. Oh, wauw. Dit is het bord. Het staat aardevol, hè? Ongelooflijk. Er zijn toch wel heel veel mensen in Wageningen die graag lokale producten kopen en daarvan genieten en die gebruiken. Wij hebben vandaag als afsluiting een proeverij. Zeg, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit lokale maaltje smaakt. Maar wat heb je op een bord gedaan? Rundvlees van limousijnkoeien. En daarbij hebben we een hutspotje van de Hoge Born. Oh. Dus het is 100% traceerbaar. Ik zou zeggen, proef het. Ik ga het even. Lekker. En hoe lang heeft dat zitten pruttelen? Het heeft al 2,5 uur zitten pruttelen. Ik denk dat ik het met me op ga eten. Heb je nog iets lokaals wat ik mee kan nemen? Nou ja, ik ben Hoge Born, gevuld met aardappels en wortelen en uien. Oh. En dan kun je het gewoon zelf in de thuis maken. Ja. Helemaal lokaal. Die gaan het worden. Prima. Pinnen? Dat kun je ook pinnen, ja. Dan denk ik de Limburgse stoofvlees er gewoon een beetje bij. Ja. Tot ziens. Dankjewel. Eet smakelijk. Doei.